Welkom bij Tiel aan tafel. Natuurlijk ga ik straks weer met mijn kritische vrienden spreken. Maar eerst gaan we alles over horen over Appelpop 2017. Twee heren van de organisatie zitten hier. Kees van Keulen en Roderick Udo. Welkom. De 26e Appelpop. Kees, wat een prestatie. Hoe gaat het? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Vorig jaar natuurlijk 25. Dat is niet zo raar als je nu de 26e hebt. Ja, prachtig jubileum gehad. Alles wat groter kon, was ook groter vorig jaar. Grootste omzet, grootste begroting, grootste hoeveelheid vrijwilligers. Ook qua sponsoring allemaal perfect. Ja, daar mogen we heel erg trots op zijn natuurlijk. En we hebben weer een prachtige basis gelegd, ook financiële zin voor dit seizoen. Ja, maar dat betekent dus dat je daar nou weer overheen wil gaan? Nee. We hebben al jarenlang zitten we al dik boven het miljoen als het over begroting gaat. De laatste twee jaar zit dat inmiddels op 1,3 miljoen. Dat is enorm. Dus, we praten dus echt over heel erg veel geld. En ja, dat proberen we natuurlijk ook netjes te consolideren. Maar je probeert ook ieder jaar wel weer iets nieuws te verzinnen, wat ook vaak weer extra geld kost. Maar over het algemeen zijn de kosten een beetje gelijk aan vorig jaar. En we denken het ook wel weer op dezelfde manier financieel te kunnen invullen. Enerzijds met zeg maar de financiën die we vorig jaar hebben kunnen opbouwen. Vanuit omzet met name. En daar zal dit jaar dan weer een 5,5 ton minimaal aan sponsoring bij moeten komen. Dus we hebben centjes op de bank. Dat is een hele gezonde situatie. Daar zijn we ook heel erg trots op. We worden ook door andere organisaties vaak geroemd door het feit van dat we het financieel zo goed voor elkaar hebben. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk ook weer heel erg afhankelijk van die sponsors. Die ons ook al jarenlang heel trouw zijn, gelukkig dat weer wel. Maar je moet ze wel weer binnenhalen. En dat is een beetje de fase waar we nu in zitten. En hoe werkt zoiets? Want je hebt natuurlijk een vaste ploeg sponsors die natuurlijk hartstikke tevreden zijn. Die komen ieder jaar weer. Maar hoe boor je nieuwe sponsors aan? Gewoon contacten leggen. Ja, we hebben, wat dat betreft hebben we wel een beetje de mazzel gehad dat heel veel bedrijven in Tiel en omgeving Appelpop iets heel geweldigs vonden en vinden nog steeds. Dus je hebt heel veel continuïteit. Maar het werkt toch ook heel vaak zo van dat men tegen een collega ondernemer zegt van hey, ik sponsor Appelpop, van wordt het niet een keer tijdje dat je ook wat gaat doen. En als mensen dan echt gewoon gaan kijken van wat we ook te bieden hebben. Ja, we praten natuurlijk wel over, men kan communiceren met 150.000 bezoekers. Dat is natuurlijk uniek, dat hebben we hier in Rivierenland verder niet. Dus wat dat betreft zijn we de top wat dat betreft. En ja, het netwerken of gezellig netwerken, vooral zoals wij dat noemen bij Appelpop, vindt men ook heel erg belangrijk. Dus ja, we hebben niet voor niks natuurlijk iets van 1800 of 1900 uitnodigingen per dag. Alleen maar bij de VIP's die backstage Appelpop zeg maar mee gaan maken. Ja, uiteindelijk moeten ze ook het terrein op natuurlijk, want ze willen natuurlijk allemaal bandjes kijken, zo simpel is het. En, maar dat gaat goed, dat gaat heel prettig. En we hebben nog steeds blijkbaar gewoon hele goede sponsorpakketten, allemaal voor verschillende prijzen. Dus voor iedere beurs is er ook wel wat te krijgen. Dat varieert tussen de €350 en boven de 20.000 euro. Dus daar zit er best verschil in. En dat loopt goed en dat gaat prima. En daar zijn we nu op dit moment heel erg hard mee bezig om, zeg maar tot half juni, dan moet het echt helemaal rond zijn qua sponsordekking, dat die begroting ook weer sluitend is. Maar dat geldt voor heel veel zaken. Half juni is voor ons toch altijd wel een meetpunt of een mijlpaal. Zo hebben we het hele jaar door, mijlpaal. Dan moet er heel veel rond zijn. Hetzelfde geldt voor de programmering waar Roderick met name heel erg bij. Daar wou ik al inderdaad naartoe gaan. Maar ja goed, nu beginnen alle zaken echt te lopen. Je bent natuurlijk gewoon direct naar Appelpop ben je een weekje even vakantie en dan gaan we er alweer op. En dan begint de sponsoring alweer en beginnen de evaluaties. Het gaat het hele jaar door. En nu zitten we inderdaad in die fase van de zaken gewoon proberen glad te strijken. Dat je voorproductie in orde is. En dan vanaf half juni gaat die preproductie, zoals het zo mooi heet, van start. En dan ga je alle details invullen. En in de tussentijd loopt dan ook natuurlijk de werving van alle vrijwilligers nog door. Wat ook goed loopt, maar we kunnen natuurlijk ten alle tijde weer vrijwilligers gebruiken. Want uiteindelijk zijn dat er ook meer dan 700 in het weekend. Ja, en voor die vrijwilligers is het natuurlijk een enorm feest. En volgens mij kunnen we daar ook een klein stukje van laten zien. Laten we er eerst even naar gaan kijken. Goed plan. Hoi, ik ben Saskia Ratelband en ik werk in de backstage bar.
En daar tap ik biertjes en schenk ik limonade in voor de mensen. Ik ben op het idee gekomen om vrijwilligster te worden doordat ik al jaren op Appelpop kwam en leuk naar bands kwam kijken. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, ik vind het eigenlijk wel leuk om wat meer te doen bij Appelpop als alleen maar hier rond te lopen. En iemand introduceerde mij in de backstage bar. En daar ben ik eigenlijk gaan werken en blijven hangen. Ik raad iedereen aan vrijwilliger te worden, want het is één groot feest. Het is hartstikke gezellig onderling. Ik ben Chris Meijter. Ik kom uit Tiel, ik ben 44 jaar. En ik ben vrijwilliger bij Appelpop en mijn functietaak is coördinator veiligheid voor ons steeds. Dat houdt in zorg dragen voor de veiligheid van de mensen. Een wakend oog kijken waar de misstanden zijn. En als de mensen, laten we zeggen, flauw vallen in het publiek, die eruit halen. De mooiste Appelpop herinnering. Nou, er zijn er wel meerdere. Maar 2 jaar geleden kreeg ik toch wel een zoen van Cabaret Chill Me. Dus backstage vond ik wel heel leuk, ja. Hallo, ik ben Gert-Jan, ik ben 32 jaar. Ik kom uit Utrecht en tijdens Appelpop doe ik mee aan de opbouw, de afbraak en in het weekend sta ik natuurlijk gezellig achter de bar. Ik ben vrijwilliger geworden omdat ik geronseld ben door onze voorzitter, Kees van Keulen. Na een dronken avondje in de kroeg heeft hij me overtuigd omdat ik wel tenten kon bouwen en biertjes kon tappen om hier naartoe te komen. En toen kwam ik hier aan, kende ik helemaal niemand behalve Kees van Keulen. En sindsdien kom ik hier dit jaar voor de 14e keer 2 weken op vakantie. Om hier vrijwilliger te zijn krijg je heel veel plezier. Er wordt heel veel onderlinge gein gemaakt. Je bouwt samen iets ontzettend groots wat steeds groter wordt, wat een enorme kick geeft. Dat je eraan mee hebt kunnen werken. En daarnaast heel veel ontspanning en ook nog een bescheiden pils op z'n tijd. Ik ben Jeroen, ik ben 26 jaar. Dit is mijn derde jaar Appelpop als vrijwilliger. En dan voornamelijk al het stijgerwerk en al het klimwerk en al het werk op hoogte wat hier gedaan wordt. Nou, ik ben bij Appelpop terechtgekomen door een toenmalige vriendin van mij. Die ging al een paar jaar naar dit festival toe. En ik ben eens gaan kijken of ze nog mensen handjes konden gebruiken. Ik heb me ingeschreven als vrijwilliger en toen stond ik op de eerste opbouwdag hier met mijn tasjes op de stoep om 8 uur. Eigenlijk. En ik ben sindsdien niet meer weggegaan. Mensen zouden hier juist moeten vrijwilligen omdat het een hele gemoedelijke sfeer is. Wat ik al eerder zei, het hele familiegevoel maakt het opbouwen gewoon heel erg leuk. En ook het feit dat je altijd bij iedereen terecht kan met wat dan ook. Ook dingen buiten de bouw om. Het maakt het gewoon één groot geheel. Nou, die boodschap is inderdaad duidelijk. Eén groot feest, heel veel mensen, maar die programmering daar valt en staat natuurlijk ook alles mee. Hey Roderick. Inderdaad, ja. En we zijn weer heel druk bezig om dat voor elkaar te krijgen. Want zoals Kees al zei, rond half juni moeten we dat ongeveer rond hebben. En we beginnen eigenlijk al voor het festival begint weer aan de programmering van volgend jaar. Dus we hebben in augustus afgelopen jaar, een maand voor Appelpop 2016 plaatsvond, alweer voor 2017 de eerste band
benaderd en de deal al bijna rondgemaakt. Dus dat gaat, en ik zag al wat hele mooie namen voorbij komen. Zeker, ja. We hebben weer een heel breed scala aan dingen neergezet. Dus we hebben als grote headliner onder andere Kensington. Ja. Nou, als je Ziggo Domes kan uitverkopen dan... In 3 minuten, hè? Ja, in een paar minuten tijd inderdaad. Nou, dan willen mensen dat op Appelpop ook absoluut wel zien. Dus we zijn heel blij dat we dat als een van de headliners hebben. Fantastisch. Raccoon is ook al bekend. Broederliefde, die terugkomen en dan echt komen op. Nu gaan ze dan ook echt het podium precies, op. Exact. Ja. We moeten even een goed tijdschemaatje aan ze sturen, denk ik. Maar ook in de rockhoek hebben we Direct als een van de pop-rockbands. Maar ook bijvoorbeeld een Britse band, Found, die in het Europese circuit... heel bekend is, heel goed ontvangen wordt overal. We zijn heel blij dat we ook weer dat soort krenten uit de pap naar Tiel kunnen halen. Dus in heel brede zin is het eigenlijk een programmering. Nu al, de namen die nu al bekend zijn, zie je al dat het een heel breed scala aan dingen is. Ja. En daar gaan we alleen maar mee verder nog tot ja, en zijn er nou al lijntjes gelegd naar namen die mag je dan misschien... Ja, er komen nog een paar heel leuke dingen aan, absoluut. Nee, daar kan ik nog niet zo over zeggen helaas. Maar dat is nou juist het leuke, dat er dan af en toe ineens weer een paar leuke namen tevoorschijn komen. Dus we zijn nog druk bezig en een paar grote zeg maar headliners, zoals we dat noemen. Dus grote namen naast Kensington Raccoon. Komt daar ook nog wel het een en ander bij. Maar ook in de breedte zijn we nog steeds aan het zoeken naar echt van stevige rockdingen naar hip-hop, Nederlandstalige hip-hop die nu heel populair is. Naar de wat bredere popdingen, echt van alles. En wat we weer aan het proberen zijn, en wat volgens mij de afgelopen jaren heel leuk gelukt is, is om naast die top die we kunnen halen. Dus het is natuurlijk uniek dat je in Tiel iets kan neerzetten waar gewoon het hele rijtje aan de dingen die op de radio gedraaid worden, waarvan iedereen zegt van ja, dat zou ik wel eens willen zien. Dat kunnen we neerzetten, maar we houden ook de breedte daarin en we zijn ook altijd op zoek naar die verrassingjes. Dat als je daar rondloopt op die avond of middag in september. Ja, zoals bijvoorbeeld inderdaad de winnaar van de Parel van de Beek. Dat is ook de lokale touch die we heel goed willen houden. Dan blijft het toch een beetje Tiels. Is natuurlijk heel sterk Tiels. Ja. En wat Kees net al verteld heeft over sponsors en vrijwilligers. Heel veel mensen hebben ook een Tielse connectie. En juist dat is juist de kracht van het festival. Dat al die mensen samen dat festival maken. En dus is het ook belangrijk om op muzikaal gebied Tiel te blijven ontwikkelen. En Focus, dus de winnaar van de Parel van de Betuwe, inderdaad ook neer te zetten. Ook Wish to be a Star, wat op scholen in de regio gedaan wordt. Waar talenten, het hoeft niet eens zangers, zangeressen te zijn. Maar het kan van allerhande soorten talent zijn. Die kunnen zich daar... die kunnen zich showcasen op school. En als zij daar verkozen worden als de winnaar van hun school, dan spelen ze ook één. Ja, hoe moet dat gevoel zijn als je dan inderdaad op het podium van Appelpop mag staan? Ja, dat moet echt heel bijzonder zijn. Ik denk dat voor heel veel mensen, voor mijzelf ook, was Appelpop het eerste festival waar ik naartoe ging. Omdat het in de buurt was. En ik denk dat het als je uit de buurt komt, echt super bijzonder is om op dat podium te mogen staan. Ja. En dat vinden wij dus ook heel belangrijk. We nemen de winnaars daar ook in mee. Van jongens, zo gaat dat gebeuren. En dit is het podium en zo werkt het. En kom maar eens kijken en ga het beleven. Ja. En dat is een heel unieke ervaring. En die ervaring willen we ook heel graag in Tiel in de regio houden. Maar tegelijkertijd willen ook die grote internationale toppers. En nationale toppers willen ook heel graag weer in Tiel spelen. Kensington komt ook terug voor niet de eerste keer. Maar de afgelopen jaren zagen we al dat ze... echt waanzinnige shows hebben neergezet en dat de reactie daar zo goed op was van het publiek en van de band. Ja, ze willen ook gewoon terugkomen. Ja, het Tielse publiek, het Appelpop publiek is zo bijzonder en dat hoor ik ook heel veel van de bands en van de boekers terug, dus van de vertegenwoordigers van de bands, dat zij zeggen van wauw, die show, die energie die dat Tielse publiek heeft, is zo uniek. Ze gaan natuurlijk naar heel veel festivals en ze spelen de Ziggo Dome of de grote zalen, die grote bands die bij ons staan. Maar ergens is het toch altijd een beetje speciaal wat er op die Waalkade gebeurt. En het is voor hen heel speciaal om zo mooi langs de rivier te zitten en dan helemaal naar die show toe te werken.
Maar als ze dat podium opgaan, dan is daar zo'n gigantische hoeveelheid energie voor dat podium in die tent en bij die andere podia. Ja, ja, dat, geweldig. Dan wil je wel terugkomen. Ja, ja, absoluut. Nou, nog een aantal maanden te gaan. Dus ja, jullie zijn natuurlijk het hele jaar er druk mee, maar nou gaat het allemaal echt weer erop aankomen. Ja, wat ik net aangaf, hè, dus het zijn de hele tijd stapjes zetten waar je met z'n allen mee bezig bent. En nu wordt het alweer bijna invulling van het geheel. Als die basis op een gegeven moment weer staat, dan moeten we nog even hard aan werken. Het klinkt allemaal zo gemakkelijk, we doen het allemaal naast ons werk. We zijn allemaal vrijwilliger. Ja. Allemaal vrijwilliger. Uiteindelijk zijn het de 700, weet je wel, waar je gewoon een geweldig feestje mee neerzet. Maar laten we afspreken, want we kunnen natuurlijk nog veel meer vertellen. Oh jee. Laten we over een tijdje gewoon afspreken, voorafgaand aan Appelpop, dat we elkaar nog even hierover spreken. Ja, misschien kan ik dan stiekem ook wel meer over dat programma vertellen. Ja, lijkt me een heel goed plan. Ja. Hey mannen, heel veel succes. Tot gauw dan. En dank jullie wel voor dit gesprek. Super, dankjewel. En dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. We hadden het net over een enorm evenement hier in Tiel, Appelpop, wat er weer aan gaat komen. En over evenementen gesproken, kritische vrienden, zijn er genoeg evenementen hier in de regio? Welkom Astrid de Groot en Bert van Aalst. En Bert, dan wil ik bij jou beginnen. Vind jij dat er voldoende evenementen hier worden georganiseerd? Nou, ik vind het wel leuk dat er heel veel georganiseerd wordt. Of dat te veel zijn, ik vind van niet. We willen Tiel op de kaart zetten. Regio, gemeente in de omtrek hier. We moeten meer doen. Misschien moeten we wel krachten bundelen om wat meer gezamenlijk wat te doen. Maar te veel is nooit te veel in Tiel. Ja, en gezamenlijk zou je ook kunnen zeggen van we gaan ze meer bundelen op één moment. Dus een wat kleiner evenement met een wat groter evenement. Zodat het ook voor de gemeente wat kostenbesparend kan werken. En elkaar versterkend. Ja, en dan zouden dat dingen zijn die ook echt bij elkaar moeten passen? Of? Hoe zie je dat? Ja, misschien mogen ze ook heel verschillend zijn. Je hebt een doelgroep jongeren bijvoorbeeld en een smartlappenfestival, dat trekt wat oudere mensen aan vaak. Nou, dat maakt het dan een mooie aanvulling op elkaar, misschien wel. Ja, een leuk idee. Had jij daar verder een concreet... Ja, nou ja, laat ik even zeggen, waarom kunnen we niet zoals in Nijmegen, heb je de Vierdaagse Week. Ja. Waarom kunnen we niet bijvoorbeeld zeggen van, we passen ergens iets in een langer kader, dat je zegt van... 3-4 evenementen. Je zit met je beveiliging van de politie, die weten dan pieken daar. We weten met de mensen die zijn dan daar. Dus je gaat het spreiden eigenlijk een beetje weer bij elkaar halen. Ja. En je kunt dan gelijk meer evenementen doen. Dat ook het risico ook weer uitband voor de andere evenementen of dingetjes die er om Tiel heen gebeuren. Ja, je zou wel, zoals met Corso gebeurt het natuurlijk al, hè? Dat... Het voetdrukfestival wat erbij gekomen is, wat ik denk dat het fantastisch is. He, mensen met gezond eten, lekker eten, koken in combinatie met fruitcorso. Ja, omliggende dorpen die organiseren natuurlijk ook van alles in die Corso Week. Precies, dat is echt fantastisch. Maar bijvoorbeeld, er is al heel vaak over gesproken, zou de winkeliers in de binnenstad daar misschien nog meer op kunnen inhaken? Ja, daar ben ik wel met je eens, Astrid. Laten we zo zeggen, we hebben een koopzondag in Tiel en dan loop je door Tiel heen. En dan zijn er heel veel winkels gesloten. Ja. En dat vind ik wel heel jammer. Dat is niet promoten van de stad Tiel als regio, gemeente, als we daar lopen. En je kunt niet alle winkels om. Dat heeft ook te maken met samenwerking. En dat is net wat wij het samen hebben over samenvoering van evenementen. Heeft dat ook iets mee te maken om samen wat uit te stralen. Ja, dus bundelen van de krachten met name. En dat versterkt, naar mijn idee. Ja, en dat dan wellicht daardoor nog groter aan gaan plakken. Ja, ik denk als je dat goed oppakt en je pakt het met de middenstand op, je pakt het met de horeca op, hè, en dan komen we weer, we moeten wel eensgezind naar buiten treden. En als je dat samen doet, dan weet ik, dan is het hier gewoon een mooie stad en dan kunnen er geweldige evenementen. En er zijn eigenlijk nog tekort aan evenementen. Dus ze mogen er altijd bij komen? Mogen er allemaal bij komen en weet je wat het ook, het is allemaal gratis. En wat zijn wij Nederlanders, als het gratis is, zijn we er altijd graag bij. Waarom niet? Ja, zo werkt dat. Ja. En dat zet Tiel dan op die manier wel positief op de kaart. Maar nogmaals, kosten moet je in de gaten houden. Dus je kunt niet ieder weekend maar een feestje houden. Je zult dat toch wel gewoon moeten bundelen. En dan wordt het één groot feest met veel bezoekers, maar ook van allerlei soorten en maten. Hè? Kinderen, volwassenen en dat voor ieder wat wils is. En dan maak je het aantrekkelijk. En dan die winkeliers nog samenwerken. En dan Het wel eens kunnen. Horeca. Ja, en dan denk ik dat het heel bijzonder kan worden. Ja, nou, ik vind het wel eigenlijk een hele mooie gedachte. Mooi om mee af te sluiten. Dank jullie wel voor dit gesprek. Dit was Tiel aan tafel voor deze week. En natuurlijk zijn we de volgende week weer.